ziet het ook, hè, met al die specie-kuipen die nou... We staan hier op de bouwplaats van NSP Breda. In de volksmond ook wel de OV-terminal genoemd. En hier wordt het nieuwe station gebouwd tegen het oude station aan. Leuk aan werken in de bouw vind ik dat je in de voorbereiding samenwerkt om een idee uit te werken tot een concreet plan. En dat je in de uitvoering die bouw voor je ogen ziet verrijzen tot datgene wat je bedacht hebt. En dat je echt steentje voor steentje opgestapeld ziet worden tot het einddoel. Oké, en dat doe je met de vierde kraan die er binnenkort aankomt. En als er een vierde machine komt, dan krijgt hij de instructie. Ik heb het idee dat het voor anderen in het begin uit kan maken. Dat ze toch even denken van, wat komt de vrouw daar doen, wat komt hij ons vertellen. Maar dat het over het algemeen heel snel vergeten wordt. En dat het ook wel gewaardeerd wordt, omdat je toch net iets andere inbreng hebt dan dat mannen dat vaak hebben. Cliché, maar waar. Marie-Claire die toont een grote betrokkenheid en is ook erg open. Ze is altijd te benaderen. En je werkt met haar op gelijkwaardig niveau. En dat is wel heel erg prettig. En misschien dat dat bij mannen wel eens iets anders is. Dat daar wat meer het hanengedrag in zit. Ja, kan iedereen aanraden om in de bouw te gaan. Alle meisjes die beginnen nu met HTS of TU. Helemaal super keuze. Als ik aan mijn eigen vier dochters denk, van nou, het zou een prachtige richting zijn om op te gaan. Man of vrouw, dat maakt helemaal niet uit. Dat wat je leuk vindt en energie geeft om te doen. Als je dat maar uitstraalt, komt het altijd goed.